Ik ben Theo Duivenvoorde uit 1937. Ik ben de oudste zoon van Jaap Duivenvoorde. Ik ben 70 jaar lid van Tjenderk. Ik was denk ik een jaar of 12, 13. En toen ben ik zo doen dan de muziek kwam. Eigenlijk een jaar of 5, 6 bezuin geblazen. En toen ben ik op een gegeven moment overstapt om bariton, om de harmonie te versterken. Zo is het eigenlijk begonnen. Dat hadden wij inmiddels in 1923, dat vaandel wat daar hangt, dat groene, dat hadden wij toen inmiddels aangeschaft. In 1924 gingen wij in serenade, bedenken wij op zo, want hij was 25 jaar priester. En toen werd de vaandel gelijk ingezegend. Zo zijn we begonnen. Het is maar altijd mijn hobby geweest en ik was er stapelgek op. Want ik heb nog een stopwoordje, toen had ik al verkering met mijn vrouw. Ik zei, Maart, hou er rekening mee. Als je met mij trouwt, trouw je ook met Tjenderk. De praat is gekomen in 90 ging je zo'n beetje al plannen om het te bouwen. Ik denk dat het, het was voor 2000 was het klaar. Ik begon met donateurs te werven, dat deed ik al voor die tijd toen bij de bezuin. Een familielid of een kennis of in de buurt. En dan toen gaf ik elke keer aan de pen. Maar toen in 1991 ben ik dan echt begonnen. Want toen zat ik in het jubileumcomité. En toen wist ik niet, ik dacht ik wil een cadeau geven van de vereniging. Dus ik had 80 nieuwe donateurs bij de vereniging aangegeven, maar toen was ik nog niet klaar. En dat is toen nog uitgebreid dat jaar in tot 120 nieuwe donateurs. Zo is het begonnen en dat heb ik gedaan tot 2001, zo'n beetje, ja. Ik had donateurs in 27 dorpen in Nederland. Toen ik pas lid word geworden, als de naam Tjenderk in de krant stond, bewaarde de hele krant. Wat is Tjenderk? Houden ze wel van een feestje en een borreltje of een biertje. Het is een gezellige vereniging. Ik heb 40 jaar in bestuur gezeten, ik heb wel nagaan. Ja, de Tjenderk was van 21. Hij gaf de twee kapelaans, gaf hij de opdracht om een katholieke vereniging op te richten. En zo is Tjenderk eigenlijk ontstaan. Want toen werd er in een boekje gekeken welke dag de heilige dag was. En dat was Tjenderk. En toen werd de muziekvereniging, de Rooms-Katholieke muziekvereniging Tjenderk. Momenteel, ik denk dat een hoop eigen instrumenten heb. Want ik heb hier bij de wc, bij het toilet, daar staat nog een instrument, een ventiel erboven, daar hangt nog een schuif erboven van me. Ik gaf alles weg. Mijn naam is Gert de Tocht. Ik ben 90 jaar. Ik ben dit jaar 81 jaar lid. En ik heb diverse instrumenten gespeeld. Waarvan de eerste cornet of trompet. Later horen, esbas, bariton. Bariton is mijn laatste instrument, mijn lievelingsinstrument altijd gebleven. Ik kom uit een familie die helemaal verknocht is aan harmonie en fanfaremuziek. Mijn vader die was al lid van de Echo de Duinen. Dat was een fanfare voor Sint-Jan-de-Dark. De toenmalige oprichter die heeft gezegd, met zoveel strijd, daar hoort de naam Sint-Jan-de-Dark bij. Want dat was ook de macht van Orléans die veel gestreden heeft in Frankrijk. Het is altijd een gezelligheidsvereniging geweest. Ik heb 35 jaar in bestuur gezeten. Ik had de indruk dat de vereniging altijd heel populair is geweest bij de inwoners. Ja, je was er altijd bij betrokken als de kermis was. Of er werden jonge priesters ingehaald. Allerlei festiviteiten waar de vereniging bij betrokken was. Ik kan me herinneren, dus mijn eerste optreden, echt optreden in het orkest, was de vereniging bestond 25 jaar. Er was een festival bij het rechthuis en de Dorpstraat. Oud hotel,
Met de heel grote rasta. En daar stond de muziektent, was daar gebouwd. En daar werd een festival gedaan. En verschillende verenigingen kwamen daar een paar nummers spelen. En daar moesten wij samen twee stemmige solo spelen. Dat vergeet ik nooit. Met de Mars Engelandvaarder speelden wij. Want het was kort uit de oorlog. Dat zijn van die momenten die je altijd bij blijven. Ons 50 jaar bestaan was ook een hoogtepunt. Maar dat was, van de middenstandsvereniging hadden ze een oud-Hollandse dorp, oud-Hollandse markt gebouwd op de Brink. En wij vierden eerst morgens in de kerk. Was een feestelijke heilige mis met een koor. En daar speelden we de Duitse messen van Schubert. Speelden we daar. En daarna was er een ontbijt op die Hollandse markt. Het was warm weer en het was echt een groot feest hoor. Maar in september van datzelfde jaar, dat was ook een hoogtepunt voor de vereniging. De gemeente had een jumelage met een gemeente in Duitsland. En daar gingen wij naartoe met de vereniging voor een weekend. En dan hadden we een concert in de feestzaal daar. En de andere dag ging de vereniging mee met de oogstdankoptocht en onze houtpapieractie. Nou, dat was echt een hele belevenis. Want ik weet nog dat mijn zoon daar ook graag mee hielp. Maar die was gewoon 's morgens zenuwachtig, want het was papierdag. Een hele koppel vrijwilligers. We hadden zelf twee trekkers, had de vereniging. Dan gingen ze met... Eens in de maand gingen ze met de aanhangers gingen ze door het dorp heen om oud papier op te halen. En dat gaf het een hele goede opbrengst voor de vereniging. Ik ben Marlies van Schoten. Ik ben inmiddels meer dan 30 jaar lid van de vereniging. In 87 ben ik lid geworden. En ik speel al heel wat jaren bij de marching band. Ik ben begonnen als majorette. Daarna ben ik horen gaan spelen bij de harmonie en de marching band. En daarna ben ik eigenlijk helemaal overgegaan op trompet. Het is leuk. Mensen zijn altijd vrolijk langs de kant. Ze vinden het altijd leuk als je daar muziek komt maken. En het is altijd gezellig. Nu vind ik het na zoveel jaar niet meer moeilijk. Maar in het begin is dat wel heel lastig. Ja, want je moet je op je muziek concentreren. Je moet in je rijtje blijven lopen. Je moet op de tambometer letten. Kijken wat die aangeeft, wat je moet doen. Op tijd stoppen. Dus het is best lastig. Ja. We zijn een paar keer naar Frankrijk geweest. De 24 uur van Le Mans hebben we een keer gelopen. We hebben meegedaan met WMC's. Wereldmuziekconcoursen. Daar doe je een wedstrijd. Loop je over een veld heen, een parcours. Wel heel veel dingen verschillend, binnen en buitenland. Ja. Zo'n wedstrijd is best wel moeilijk, want je moet je rijtjes recht houden. Je moet je muziek goed spelen. En dat wordt beoordeeld door een jury. En dan moet je dus echt wel heel strak lopen. En een bepaald parcours loop je dan af. Muziek maken, daar word je vrolijk van. Je vergeet even alles om je heen. Muziek maken, dat is eigenlijk een rode draad in ons leven. En dat altijd al geweest. Het zal ook zo blijven. Er ontstaan veel vriendschappen. Nou ja, relaties zijn er ook genoeg ontstaan. Het is altijd met elkaar. En als er problemen zijn, ben je er ook voor elkaar. Dus het is wel heel samenhorigheid. Zelfs een repetitieweekend gehad. Altijd gezellig, maar ook heel serieus. Om het allemaal goed onder elkaar te krijgen. Ja, en dan 's ochtends vroeg verzamelen. Je stapt allemaal in die bus. Dus ja, iedereen is toch wel een beetje gespannen. En kom je bij zo'n stadion aan. En dan sta je klaar voor die ingang. En dan mag het veld oplopen. En dan loop je dat stadion. En dan denk je wel, wauw, we gaan beginnen. Ja, echt wel puur genieten. En die gezonde spanning. En dan doe je je rondje, zeg maar. Je staat op tijd stil en dan loop je weer af. Ja, en dan kom je daar buiten dat stadion. En dan voelt iedereen zich wel weer opgelucht dat het goed gegaan is. We hopen dat we het vol kunnen houden. Ja, we willen wel heel graag. Maar je moet wel het goede aantal leden hebben. En dat is inderdaad bij veel verenigingen dat heel veel mensen stoppen. Ook nu door de corona gebeuren. Maar wij hopen dat we het vol kunnen houden met de enthousiastelingen die we hebben. Ik denk dat we wel een hechte groep zijn en dat het toch met elkaar, als je er in elkaar weer ziet, dat het toch wel heel gezellig is en dat je toch wel weer door wil gaan.
Ik ben Femke van Denzen, ik ben 19 jaar en ik kom uit Noordwijkerhout. En ik zit nu 13 jaar bij deze vereniging en bij de Majorettes en Twirlen. Ik ben Elvira de Groot, ik ben 19 jaar oud, ik kom uit Noordwijk. En ik zit nu zo'n 4 jaar bij deze vereniging als Majorette / Twirlster. Je bent nooit uitgeleerd in deze sport. Je kan het altijd moeilijker maken en er zijn zoveel dingen te leren, dus je blijft gewoon vernieuwen. Dat is heel leuk. Het is best wel uitdagend en zwaar nog, want als je een dans doet van 2 of 3 minuten, dan ben je uiteindelijk echt wel uitgeput. Want je gaat echt van de ene kant van de zaal naar de andere kant. Het wordt onderschat, maar het is nog best zwaar. Wij waren allebei mis ook, dus dan loop je voorop in je eentje en dan leid je zeg maar de majorettes achter je. Dus dat is eigenlijk op zich best wel spannend, want je moet ook aangeven wanneer je de andere kant op gaat. Of bijvoorbeeld showtjes en zo. En dan moet je niet zomaar iets fout doen. Dus dan sta je op zich best wel onder druk. Of bijvoorbeeld bij je bloemencorso heb ik ook 1 keer voorop gelopen. En dat is dan best wel spannend. Ook met heel veel mensen die aan de kant staan te kijken. Ik zit er nu echt al heel lang. Maar het is altijd toch heel gezellig. En je kan goed met iedereen overweg. En er is altijd wel een praatje met iedereen te maken. Het is heel gezellig. Toen ik klein was zag ik ze wel eens voorbij lopen op straat. En toen had ik gezegd van ik wil er ook bij. Ik wil ook eens komen kijken. En toen had mijn moeder me een keer hier afgezet om te kijken of ik het leuk vond. En daardoor ben ik erbij gekomen. Ik zat eerst bij een andere vereniging in Noordwijk. Maar helaas liep het een beetje leeg bij de majorettes. Dus toen ben ik hier 4, 5 jaar geleden bijgekomen. Twirlen is een sport waarbij je met een baton, je laat een baton met technieken laat je bewegen. En het is ook een vorm van dans. Het kan wel moeilijk zijn. Je hebt technieken die heel makkelijk zijn, die leer je heel makkelijk aan, maar je kan het zo moeilijk maken als je wilt. Dus er is heel veel uitdaging. Als majorette loop je meer samen met een korps achter je en dat is meer gericht op dans. Je hebt ook majorette wedstrijden, dat is dan wel zonder een korps achter je, maar daar doe je eigenlijk alleen dans en ook met andere attributen. En twirlen is echt meer gericht op de technieken die je met de baton doet. Ik heb 1 keer dan in Noordwijkerhout had ik een wedstrijd en met mijn vorige duomaatje. En toen hadden we het zoveel aantal punten gehaald en dat betekent dat we naar een hogere categorie mochten. Dus tegen moeilijker mensen. En dat was wel heel leuk. Ik zit er nu al 13 jaar en dat is natuurlijk ook voor een reden. Iedereen is altijd heel gezellig en wil een praatje met je maken. En we doen ook leuke dingen met de vereniging, dus dat maakt het ook extra leuk. Het is gewoon een hele grote vereniging en met veel meer mensen, ook jonge mensen. Want je hebt twirlsters hier en het is gewoon super gezellig eigenlijk. En inderdaad gewoon alle activiteiten die we met de vereniging doen, vind ik wel heel leuk. In 2013, dus we bestaan nu 8 jaar. En het kwam vanuit de cohesiecommissie. De cohesiecommissie binnen de vereniging is een commissie die allerlei activiteiten organiseert om de leden met elkaar kennis te laten maken, om te binden. En uit die koker kwam toen ook het Charles Dickens Orkest. En dat is een projectorkest. Ja, iemand verzint dat in zo'n commissie. En dat zijn Alinda en Jos geweest. Die hebben dat bedacht en in het bestuur voorgelegd. En het werd eigenlijk heel enthousiast ontvangen. Ook door de leden toen ze benaderd werden of ze mee wilden spelen in dit projectorkest. En wij spelen in december op kerstmarkten, bij instellingen, verzorgingshuizen. In dorpen, op braderieën, op kerstmarkten. En wij spelen dus ook alleen maar kerstmuziek. We spelen eigenlijk verschillende kerstnummers. Populaire muziek, bijvoorbeeld van de Beatles. Maar we spelen ook ouderwetse kerstliedjes die bijvoorbeeld door het oudere publiek herkend worden en meegezongen. En dat is echt heel erg leuk om te zien hoe het publiek reageert op de verschillende soorten muziek die we spelen. De laatste jaren hebben we ook wel optredens die elk jaar terugkomen. We zijn al een aantal jaar een weekend in december te gast in Haarlem bij de grote kerstmarkt op zaterdag en op zondag. En dat is ook altijd heel druk bezocht, dus ook heel erg leuk. Dan verplaatsen we ons gedurende de middag door de stad. En overal spelen we 20, 25 minuten. En dat is het voordeel van ons orkest. We zijn gewoon een looporkest, dus we kunnen ons gewoon verplaatsen en weer een andere locatie opzoeken. En elk jaar hebben we ook wel weer een nieuw optreden. Dan is er bijvoorbeeld ook een verzorgingshuis die ons boekt.
Dat kan ook via Fonds 1818. En dan komen wij een uur muziek maken in een verzorgingshuis. We hebben allemaal kleding aan in de stijl van Charles Dickens. We hebben drie dames binnen de Charles Dickens orkest die de kleding verzorgen. En zij zijn ontzettend handig met de naaimachine, met lapjes vinden, kringloopwinkels. Er zijn een aantal leden die al langer meespelen en die hun eigen kleding hebben aangeschaft. En dat mag ook, zolang het maar past in het Charles Dickens plaatje. Iedereen mag meedoen. Binnen de vereniging hebben we een aantal geledingen. We hebben het Vrije Tijdsorkest, Leerlingenorkest, de Marching Band, de Harmonie. Als je een bepaald niveau hebt, dan mag je je aanmelden. Waardoor we dus een hele leuke bezetting krijgen. Leden leren elkaar kennen in een andere omgeving. Je leert leden kennen die je anders normaal gesproken niet zo snel tegen zou komen, omdat ze in een andere geleding spelen. En dat verbindt. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk, dit projectorkest. We hebben zelfs ook wel mensen van buitenaf die zich aanmelden om speciaal met dit orkest mee te spelen in de kerstperiode. En iedereen is welkom. De leden die we hebben in het projectorkest, dat is ongeveer tussen de 10 jaar en de 88. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Dat je van jong tot oud maken we samen muziek en dat verbindt. We lopen allemaal in dezelfde kleding. We stralen gewoon iets uit. En dat, dat verbindt wat ik al zei inderdaad. Ik ben Brian, ik ben 11 jaar oud en ik speel trommel. Ik ben Sophie, ik ben 15 jaar oud en ik speel dwarsfluit. Nou, ik vond het gewoon een heel leuk instrument. En ik zag het bij mensen van de marching band, want die ken ik via familie en zo. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Ja, het is heel gezellig. Ik ben met heel veel mensen en we doen heel veel leuke dingen. Ook buiten muziek om. Dus heel gezellig. Nou ja, we hebben wel optredens en zo en dat vind ik ook wel leuk om te doen en zo. Zoals Royal Fanfare en Brilsmurf, maar dat spelen de blazers niet, dat spelen de slagwerkers. We doen meestal de eerste helft doen we allebei apart, de slagwerkers en de blazers. En dan spelen we eigen stukken en daarna komen we samen en gaan we het met z'n allen spelen. Wij hebben de laatste tijd niet zo heel veel optredens gehad, dus we hebben eigenlijk tot nu toe alleen in het dorp, hier zo in Noordwijkerhout en het Sastivo. Dat is een soort van wedstrijd en dan ga je met andere verenigingen tegen elkaar en dan kan je beker winnen. In het dorp hadden we ook nog festival, de jeugd mocht op een soort van podium staan met muziekstukken spelen en zo. De mensen die daar langs lopen, die luisteren dan even. Ze klappen altijd. Ja, vaak klappen ze wel. Leuk. We hebben ook heel veel activiteiten, ook gewoon naast muziek spelen. Met de jeugd hebben we bijvoorbeeld het jeugdkamp. Dan gaan we een weekendje, 3-4 dagen, gaan we op kamp met de jeugd. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen en dan geen muziek maken, maar gewoon op kamp. Gewoon hoe groter het korps is, vind ik, of het orkest, hoe leuker het is. Dan heb je ook meerdere partijen, dus dat wordt een stuk ook beter dan als je met 5 mensen zit. Nou, Sjaan is hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ja, is gewoon gezellig. Thank you.
Anita van der Hagen. Ik zit zelf bij de Sint-Jane Dark een jaar of 6 nu. 8 jaar geleden raakte mijn dochter met de Sjaan in contact door de AMV-lessen die de jeugdcommissie van de Sjaan doet op de lagere scholen. Zij was toen nog te jong om telkens zelf heen en weer te gaan. Ik bracht haar en daardoor eigenlijk gezien en enthousiast geworden en ook zelf lid geworden. Ik speelde in mijn jeugd vroeger bij Fanfarenkorps Sijpen, een klein katholiek dorp in Noord-Holland. En het hele dorp zat op de fanfare en ik dus ook. Gestopt toen ik 18 was en een baan kreeg, ging studeren. En door mijn dochter eigenlijk jaren later dus weer opgepakt. Waarom de harmonie? Eigenlijk voor het gemak. Ik heb met mijn dochter geprobeerd bij de marching band, maar het lopen en spelen tegelijk is echt heel moeilijk. De harmonie is lekker zitten, maar ook, dus dat is een beetje, maar ook omdat de harmonie heeft ontzettend veel verschillende muziek. Echt, die heeft een soort van coverorkest, waarbij wij met zangers, met gitaren erbij, met keyboard erbij, met een andere setting dan een klassieke harmonie, populaire muziek spelen. En dat is wel echt ook heel gezellig, ja. Echt andersoortig optredens, waarbij je veel meer contact maakt met het publiek, waarbij het publiek mee mag zingen. En ook inderdaad door een ander contact hebt met de zangers die ervoor staan. Dus die afwisseling, die is echt ontzettend leuk. Maar ook de marching band is nog steeds heel leuk. Alleen voor mij moeilijk om ook lopen en spelen tegelijk te doen. Een van de leuke, wat was het leukste op? Ik zit er nog niet zo heel lang bij. Een van de eerste die ik deed, dus de harmonie, de afwisseling. De eerste die ik deed was een musical, Oliver Twist. Samen met, ik dacht een musicalvereniging uit Voorhout, maar dat weet ik niet eens zeker, want ik was daar net bij. En dat was heel afwisselend. Dus het optreden van de musical van de mensen. Wij met muziek tussendoor, hele mooie muziek was dat. Maar ook de liedjes van de musical begeleiden wij. De kaagrace, misschien is die al eerder genoemd, dat is echt gewoon één groot feest. De mensen zijn allemaal blij die er zijn, het weer zat mee, mooi weer. De weg daarheen voeren we op een oude boot van een van de leden, dus we zijn op de boot aangekomen, spelend. Gewoon de afwisseling daarin, maar ook de feesten bij, of de feesten, de optredens bij Van de Geest binnen, de Keienbijters heb ik een optreden gehad. Ja, ik heb nog geen groot, dat heb ik wel gekeken als publiek. De Proms heeft de Sjaan Dark ook jaren gedaan. Dat zijn ook hele leuke optredens. Die heb ik zelf dan niet als spelend lid mee mogen doen, maar dat zijn ook hele mooie concerten. Dus voornamelijk de afwisseling, ja. Ik heb de Sjaan gekozen, maar wellicht zijn de andere clubs ook ontzettend leuk. Maar de Sjaan, ik ben Noordwijk-Rauter en de Sjaan is dichtbij. De afwisseling van de Sjaan ten opzichte van de andere muziekvereniging die wij in het dorp hebben, die trekt mij het meest, dus daarom de Sjaan. Maar wellicht is er een korps in Noordwijk net zo gezellig. Maar muziek maken samen is gewoon gezellig. En als Noordwijk-Rauter en je wil gezellig muziek maken, moet je bij de Sjaan komen.
Mijn naam is Ellie Baars en ik ben sinds 2,5 jaar lid van het Vrije Tijdsorkest hier in Noordwijkerhout. Het heet Vrije Tijdsorkest. Zou je zeggen van nou ja, iedereen speelt in zijn vrije tijd. Maar dat is gekomen omdat het vooral bedoeld is voor mensen die overdag ook vrije tijd hebben. Want wij spelen 's maandags middags en er zijn natuurlijk een heleboel mensen die werken door de week. Dus die kunnen dan niet aanwezig zijn. Maar bij ons zijn de meeste mensen gepensioneerd en hebben dus vrije tijd om 's maandags middags te komen spelen. Dat wil niet zeggen dat als je 's maandags middags toevallig vrij hebt en je hebt zin om te komen spelen, dan kan dat natuurlijk, want iedereen is welkom. Dus je hoeft niet per se gepensioneerd te zijn om hier mee te spelen. Wij treden bijvoorbeeld op in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, Zuidwijk in Leiden, Bernardus in Sassenheim. We hebben een keer voor de Zonnebloem gespeeld in de Zilk. We hebben een nieuwjaarsconcert ieder jaar. Dat soort dingen doen wij. Het repertoire is dus heel breed. Wat modernere muziek, Queen, maar ook Frank Sinatra of Gershwin. Ook wel eens een mars tussendoor. Ja, dat soort dingen. De lol is dat het leuke is om met elkaar te spelen. Het is natuurlijk veel leuker om in een orkest te zitten dan in je eentje thuis allerlei toonlanders te gaan zitten oefenen. Het zijn mensen, ja, een beetje van je eigen leeftijd. Het is gezellig om ook even met elkaar te praten in de pauze en van elkaar te horen. Hoe gaat het met je? Hoe is het met je familie en hoe is het thuis? Het is ook een manier om je hersens een beetje actief te houden. Want naarmate wij ouder worden gaat dat misschien toch soms een beetje achteruit. En het is bekend dat als je bezig bent met activiteiten in de hersens, dat dat zeker helpt om beter van hersens te blijven. Dus dat is leuk. En ja, ik vind overdag spelen wel prettig, omdat ik 's avonds toch vaak iets minder energie heb. En ik merk dat 's middags spelen beter gaat. Ja, er komen wel eens mensen bij en dan gaan er ook wel eens mensen af natuurlijk. Ja, nogmaals, iedereen is welkom, want we kunnen best ook uitbreiding hebben. Dat zou zelfs wel erg leuk zijn om uitbreiding te hebben. Dus iedereen die daar zin in heeft, die mag ook een keer komen kijken. En, maakt niet uit of je speelt. Maakt niet uit. Nou, wel een muziekinstrument dan. Dus geen bridge of klaverjas. Deze vereniging is leuk, denk ik, omdat het een vereniging is. Ik heb lang in Leiden gewoond en ik heb gemerkt dat in de dorpen, Rijnsburg, Noordwijk, dat daar het verenigingsleven veel actiever is. Mensen ook veel meer betrokken zijn bij elkaar, ook iets willen doen voor de vereniging. Ja, dat maakt het voor mij in ieder geval leuk. Ik ben Henk de Bruin, ongeveer
32 jaar geleden stond op een dinsdagavond een Theo Duivenvoorde bij mij aan de deur met de vraag of ik eventueel voorzitter van de muziekvereniging Sint-Janen Dark wilde worden. Als volkomen buitenstaander. Ik heb daar toen even over nagedacht en een paar van mijn kinderen waren inmiddels wel lid. En uiteindelijk heb ik gezegd, nou, ik wil dat wel doen. Waarbij ik als uitgangspunt had dat ik het 2 keer 3 jaar wilde doen. Want dat waren, ik had al meer bestuursfuncties gedaan en ik was net eigenlijk van alles af. En dat vond ik dan mooi. Dan moet je weer naar wat anders gaan kijken. En uiteindelijk is dat dus 11 jaar geworden, voorzitter. En het heeft te maken met het feit dat we op een gegeven moment het idee is opgevat door binnen de vereniging om te kijken of er niet een eigen verenigingsgebouw mogelijk was. En daarom ben ik langer blijven hangen in die functie. En daarna, toen ik gestopt ben als voorzitter, inmiddels stond dat verenigingsgebouw, ben ik nog bijna 20 jaar doorgegaan in de commissie die het gebouw beheerde. En sinds goed 2 jaar heb ik al mijn functies neergelegd. Was er een keer bij mij thuis, want we hadden geen vergadering van het bestuur. En dat was, ja, omdat ik daar vlakbij, waar nu het gebouw staat, woonde, stond hier een oude school, waar nu het verenigingsgebouw staat. Die zou leegkomen, de oude Morsenesschool. En toen riep een van de bestuurderen, joh, kijk zo, we stonden naar buiten. Dat zou wel wat voor ons zijn misschien, om daar te gaan repeteren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Contact opgenomen met de gemeente uiteindelijk. Er is nog een idee geweest om de combinatie te maken met de schietvereniging. Die zaten ook omhoog in die schelft. Dat was ook niet ideaal daar. Maar goed, dat ging uiteindelijk was toch niet te doen. En toen is er uiteindelijk een officiële brief naar de gemeente gegaan. Van mogen we niet een eigen verenigingsgebouw oprichten? En op die plek. En, nou ja, dat was natuurlijk viel niet helemaal direct in goede aarde. Maar de toenmalige wethouder die daarover ging was van cultuur, was toen de tijd Theo van der Klauw, Cor van der Klauw. Nou ja, was niet helemaal onwelwillend. Dus, nou ja, prima, gaan we aan de slag ermee. En dus de eerste brief, nou ja, toen zijn we aan de slag gegaan. Maar goed, dan moet je natuurlijk bouwaanvraag doen. En toen kwam een bezwaar van een van de omwonenden over geluid. Want dat zal wel herrie geven. En die woonde hier ook tegenaan, ongeveer net als ik. Maar ja, en ik was misschien niet helemaal onpartijdig. Dus dat gaf nogal wat problemen. En het heeft er uiteindelijk toe geleid dat van de eerste aanvraag naar de gemeente tot de officiële opening zat 7 jaar tussen. Want uiteindelijk zijn we geëindigd bij de Raad van State met het bezwaar. Dus nou ja, degene die een beetje in die dingen thuis zijn weten dat hele procedures zijn. Maar goed, het is gelukt. En uiteindelijk heeft Sint-Janen Dark een eigen verenigingsgebouw kunnen neerzetten. Ik denk dat geen kwart van de muziekverenigingen in Nederland een eigen gebouw heeft. Ik had het exact misschien, nou of het landelijk helemaal exact bekend is, weet ik niet. Maar ik weet wel, in de loop van de jaren heb ik zoveel contacten gehad in die wereld, dat het echt toch wel uniek is. Je kunt er altijd over beschikken. Je hebt veel meer mogelijkheden, ook voor de sociale cohesie van een vereniging. Daardoor is hier natuurlijk, je hebt een marchement, je hebt van al die onderdelen. Het is veel makkelijker. Want als je al dat overal moet huren, je hebt voldoende ruimte om op te slaan. Dus ja, het heeft allemaal geworden. Natuurlijk, het is niet alleen maar mooi, want het moet ook onderhouden worden. En dat kost ook geld. Zo reëel moeten we ook zijn. Want we hebben zelfs al meegemaakt dat het dak verneerd moest worden. En dan praat je niet over een paar duizend euro. Ik denk dat je doordat je elkaar veel meer treft. Want is het denk ik voor de sfeer heel belangrijk. Dat heb ik in al die jaren. Ik bedoel, ik heb hier nadat het er stond nog 19 jaar in de beheercommissie rondgelopen. En ook bardiensten gedraaid en al dat soort dingen. En geholpen met de schoonmaak en noem maar op. Want dan doe je aan alles mee. Maar het is gewoon een veel meer hechtere club daardoor, denk ik, geworden.
Mijn naam is Jan van der Lans en ik ben sinds 6 januari voorzitter van Sint-Janendark. Ik ben voorzitter geworden omdat er een vacature was binnen het bestuur bij de voorzitter, zowel als bij de bestuursleden. Dus ze hebben een aantal nieuwe bestuursleden gezocht en een nieuwe voorzitter. En omdat ik het leuk vind om met mensen samen te werken, heb ik ja gezegd op het verzoek om voorzitter te worden. Omdat ik al 30 jaar in Noordwijkerhout woon, ken ik ook een aantal mensen bij Sint-Janendark. En ik heb altijd met veel bewondering naar Sint-Janendark gekeken over het familiaire verband wat er is en hoe men gezamenlijk allerlei dingen oppakt om de Sjaan beter te laten functioneren binnen de gemeenschap. Het is gelukkig nog een hele gezonde vereniging, mede door het enthousiasme van de leden, maar ook door het enthousiasme van vrijwilligers. En daarmee hebben ze een hele gezonde basis gecreëerd, zowel financieel als qua draagvlak en als qua aantal leden. Wat we wel zien is dat helaas door gevolgen van corona het aantal leden achteruit loopt, omdat mensen helaas opzeggen. We halen onze inkomsten vandaan uit A, sponsors, waar we heel erg blij mee zijn, ook hele trouwe sponsors. Uit donateurs, we hebben een groot groep mensen die donateur willen zijn. Uiteraard uit de lidmaatschap van de leden, van degenen die lid zijn. En daarnaast uit optredens die verzorgd worden door onder andere de Harmonie, maar ook door de Marching Band. En door het Charles Dickens Orkest, waar we inkomsten uit genereren. Wij doen leerlingen opleiden. Net zoals dat bij andere verenigingen leerlingen leren met elkaar om te gaan, doen wij met leerlingen hoe ze gezamenlijk tezamen muziek kunnen maken. Dus dat is voor de gemeente een belangrijk iets. We verzorgen optredens voor de gemeenschap. Daar heb je het cultuuraspect. Dus de Harmonie geeft één keer per jaar in ieder geval een groot concert. Daarnaast doet de Marching Band allerlei optredens verzorgen, bijvoorbeeld met Palmpasen of met de Vierdaagse, de Binnenhalen. En dat is voor de gemeente natuurlijk belangrijk, dat op een gegeven ogenblik de cultuur in stand blijft. En daarmee doet de gemeente als tegenprestatie daar een vergoeding, een subsidie aan geven. De cultuur en de karakter bij de Sint-Janendark is dat het een heel erg familiaire vereniging is, waarbij mensen tezamen met elkaar allerlei dingen willen realiseren. Een voorbeeld daarvan is wat Henk toegelicht heeft, de parade, die middels gezamenlijkheid gerealiseerd is. Als je ziet op een gegeven moment wanneer we fondsen moeten verwerven, dat we dingen doen, dan staat de vereniging op en gaan gezamenlijk met elkaar allerlei dingen realiseren. En daar zie je, dat straalt ook af binnen de leden. De leden zijn heel erg nauw met elkaar betrokken. En daarmee is het een enorme familie. En voel je ook in een warm bad komen als je lid wordt van de Sint-Janendark. Dus de cultuur is samen doen, samen dingen voor elkaar krijgen. En als je van muziek houdt, of je nou komt luisteren of een muziekinstrument wil spelen, kom naar de Sint-Janendark. Maar het mooiste is als je gewoon instrument zou willen spelen, want dan leer je in gezamenlijkheid met andere mensen dingen voor elkaar te krijgen. Maar je leert ook mensen in een heel andere omgeving kennen. Je leert ook mensen met een heel andere insteek kennen dan je normaal gesproken als je in de buurt woont of als je op je werk mensen ontmoet. Dus het is een hele verbreding van je kennis. We hadden twee mensen die hier al heel lang bij zaten. Waar komt nou precies die naam vandaan? Sint-Janendark. Ben je daar nog achter gekomen? Uiteindelijk ben ik uit het mysterie gekomen, want ik hoorde inderdaad dat er twee verschillende meningen waren. Eén van Grat van der Tocht en één van Piet Duivenvoorde. En het verhaal wat Grat van der Tocht verteld heeft, dat klopt. De kapelaan wilde de strijdbaarheid naar voren laten komen in de nieuwe muziekvereniging. Om die reden heeft hij aangedrongen dat de naam van de nieuwe muziekvereniging Sint-Janendark zou gaan heten. Omdat Sint-Janendark natuurlijk de strijdbare vrouw was in Frankrijk destijds. Maar wij denken dat de toekomst er enorm rooskleurig uitziet. Door corona zijn de mensen enorm vereenzaamd. Wij denken dat door die meer vereenzaming ze meer waarde gaan hechten aan het contact krijgen met mensen. Dus dat zometeen het samen dingen voor elkaar krijgen gaat bloeien. Dat daarmee ook de vereniging weer nieuwe leden gaat krijgen, meer dingen kan gaan doen. Dus wij denken dat de toekomst voor de Sjaan er erg positief uitziet. Daarnaast zullen we daar zelf als vereniging ook heel erg actief in moeten gaan worden om mensen te enthousiasmeren naar de Sjaan te komen. Thank you.
Thank you.